NOS Extra Journaal. Voor de Nederlandse Radio-Unie verzorgd door het Algemeen Nederlands Persbureau ANP. Nu volgt een extra uitzending. In verschillende plaatsen in het westen van het land is een noodtoestand ontstaan door abnormaal hoge waterstand. Mededelingen hierover van uiteenlopende ernst bereikten ons tot nu toe uit Zwijndrecht, Dordrecht, Rotterdam, Maassluis, Willemstad, Katzand, Melissand, Kruiningen, Texel. Het KNMI schrijft de abnormaal hoge waterstand toe aan het feit dat de storm gepaard ging met springtij. Afscheid. De groten van de wereld kwamen samen in Washington om afscheid te nemen van John Fitzgerald Kennedy, de Amerikaanse president die viel door de kogel van een sluipschutter. Talloze miljoenen, ook achter het ijzeren gordijn, waren per televisie getuigen van de uitvaart. Het drama in Dallas zou het voorwerp worden van een uitgebreid onderzoek naar de dader, naar eventuele medeplichtigen en naar de drijfveren tot de moord. De wereld nam afscheid van president Kennedy. Hij werd begraven op de nationale begraafplaats Arlington. De uit de schaduw getreden vicepresident Lyndon B. Johnson nam het roer over en stelde een ongewijzigde Amerikaanse koers in het vooruitzicht. This nation will keep its commitments from South Vietnam to West Berlin. Here, highly resolved that John Fitzgerald Kennedy did not live or die in vain. John F. Kennedy liet veel achter dat nog niet voltooid was. Naast de Amerikaanse neger stond hij in de strijd voor gelijke burgerrechten. Een strijd die dit jaar een hoogtepunt vond in de massale mars naar Washington. Negerleider Luther King sprak. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. De aarde waar miljoenen zich zorgen maakten om de toestand van paus Johannes de 23e. En rouwden.
One small step for man, one giant leap for mankind. Bijna vijf eeuwen nadat Columbus Amerika had ontdekt, werd van daaruit de sprong gewaagd naar een andere planeet. Op 16 juli vertrokken Neil Armstrong, Edwin Aldrin en Michael Collins met de Apollo 11 van Kaap Kennedy. Drie dagen later stapten twee van hen over in een maansloep en begon de eerste afdaling naar onaardse bodem. Down 2.5. Forward. Forward. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. Four forward. Four forward. Drifting to the right a little. Good. Okay, engine stop. Nadat Armstrong om 4 minuten voor 4 in de vroege morgen van de 21ste juli zijn historische kleine, grote stap had gedaan, volgde een kwartier later Aldrin. Met het planten van de Amerikaanse vlag werd het doel bereikt dat president Kennedy 8 jaar geleden stelde, namelijk om voor 1970 een mens op de maan te brengen, een project waaraan sindsdien 400.000 mensen hebben gewerkt. 4 maanden later zou de Apollo 12 hier landen om er voor 100 miljoen gulden aan wetenschappelijke apparatuur te plaatsen, terwijl voor het volgend voorjaar alweer een maanreis op het programma staat. Goedemiddag. Op deze historische dag een extra journaaluitzending. Het is nauwelijks te geloven. De doorgangen in de Berlijnse muur staan wagenwijd open. Het zwaar bewaakte ijzeren gordijn is opengeschoven na 28 jaar. Compleet met alle bagage. De grens lijkt verdwenen en iedereen is welkom, wordt uitbundig ingehaald. De gevreesde voorposts aan de oostzijde kijken toe. Werkloos, want niemand geeft opdracht iemand tegen te houden. De tienduizenden reizen tussen oost en west en zwaaien met de vlag. West of oost, voor de Duitsers maakt het vandaag niet uit. Goedenavond. Rond 7:15 vanavond is een vrachttoestel, Boeing 747F van El Al, neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam. Het toestel heeft zich in de flat Kruidberg geboord in de wijk Groenhoven. Onduidelijk is nog hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De flat staat gedeeltelijk in brand. Er zouden meerdere gewonden liggen in de nabijheid van het gebouw, getroffen door brandende brokstukken. Over de oorzaak van de ramp is nog weinig bekend. Ooggetuigen hebben vlak voor het vliegtuig neerstortte een explosie gezien. De eerste beelden van de ramp krijgen we nu binnen. De flat waar het toestel van de Israëlische maatschappij El Al zich heeft ingeboord, heeft 200 woningen. Het bestaat uit 9 etages. Er is groot gevaar voor instorting en voor explosies. Twintig doden en talloze gewonden bij explosie in Enschede's vuurwerkopslag. De wijk in Enschede, waar de explosie plaatsvond, is tot rampgebied verklaard.
Dames en heren, goedenavond. Tot nu toe 20 doden, talloze gewonden, grote verwoestingen, totale ontreddering. Een explosie in een vuurwerkopslagplaats midden in een woonwijk van Enschede heeft een verschrikkelijke ramp veroorzaakt. Volgens getuigen zou een brandje in de directe omgeving zijn overgeslagen naar de vuurwerkopslag, waardoor een enorme ontploffing ontstond. Nieuwsgierigen die naar het brandje stonden te kijken werden overspoeld door een vuurzee en rondvliegend vuurwerk. Een hele straat, op zijn minst, is verwoest. NOS 8 uur journaal. Dodental cafébrand Volendam blijft stijgen. In Nederland te weinig bedden voor gewonden. En aangestoken kerstversiering genoemd als oorzaak. Dames en heren, goedenavond. Brandende kerstversiering die van het plafond naar beneden kwam, is waarschijnlijk de oorzaak van de cafébrand in Volendam, die afgelopen nacht een zeker 8 mensen het leven kostte. Artsen vrezen dat het aantal doden verder zal stijgen tot 15 à 20. Want van de 130 gewonden liggen er nog ongeveer 30 in kritieke toestand in Nederlandse en buitenlandse ziekenhuizen. NOS Journaal. Vliegtuigen boren zich doelbewust in torens van het World Trade Center. Beide gebouwen na zware explosies ingestort. Ook het Pentagon brandt na aanslag met vliegtuig. Dames en heren, goedenavond. Het politieke en financiële hart van Amerika is getroffen door een reeks terroristische aanslagen die zijn weerga niet kent. Een golf van vernietiging met mogelijk duizenden doden of misschien nog meer. Twee gekaapte passagiersvliegtuigen zijn doelbewust op de twee torens van het World Trade Center in New York ingevlogen. Gigantische explosies waren het onmiddellijke gevolg. Kort daarop stortten beide gebouwen in. Het Pentagon in Washington, het zwaar bewaakte ministerie van Defensie notabene, werd getroffen door een derde vliegtuig en is ook gedeeltelijk ingestort. America under attack, volgens CNN. Van in ieder geval een kundig georganiseerde militaire actie die het land in chaos en paniek heeft gestort. Ongeloof in New York nadat een gekaapt vliegtuig is ingevlogen op een van de wolkenkrabbers van het World Trade Center. NOS Journaal. Viermaal ja, 5 kussen en veel traantjes. Ontroerend, ontwapenend. Verder geen onvertogen woord, nauwelijks een daad van protest. Zoals de Duitse televisie opmerkte, een volledig geslaagde ceremonie die niet door de vorm werd geschaad, waardoor de harten spreken konden. Kortom, de Republiek Amsterdam geloofde maar al te graag in het koninklijk sprookje. Dames en heren, goedenavond. NOS Journaal. Goedenavond. Pim Fortuyn is dood. Neergeschoten in Hilversum na een interview op Radio 3. Wat niemand voor mogelijk hield in Nederland is dus toch gebeurd. Een politicus die op campagne was, die de dood vindt. Formeel is zijn dood nog niet bevestigd door de politie, maar voor iedereen staat vast dat hij inderdaad is overleden. Alles was anders in deze verkiezingsstrijd met het optreden van Pim Fortuyn. Het doorgaans zo bezadigde Nederlandse politieke landschap werd compleet op zijn kop gezet. De tegenstellingen weer eens hard uitgesproken. De uitkomst op 15 mei bij de verkiezingen was voor het eerst in lange tijd weer eens onzeker. En dat riep felle reacties op en weerstanden. Fortuyn had eerder aangegeven zich wel eens bedreigd te voelen.
Hij wilde wel bescherming, maar alleen als die werd aangeboden. Er gebeurde niets. Dit is tenslotte Nederland. Maar die fatale aanslag kwam dus toch. Gewoon voor de deur van een studio. Journaal. Nederland verbijsterd na moord op man van het vrije woord. Kabaal op de Dam als waken voor Theo van Gogh. Een historisch hoge opkomst verwacht in Amerika. Over deze daad, die vervullen ons. En daarom zijn wij hier samen op de Dam, symbool van onze vrijheid. Wij staan nu op een tweesprong. En het is aan ons allemaal om te kiezen welke kant we op willen. Gaan we mee in de spiraal van vervreemding en polarisatie, van angst en haat? Laten we met de dood van Theo een proces beginnen van wraak? En daarna wraak om de wraak? Of zeggen we tot hier en niet verder? Stoppen! En dames en heren, goedenavond. Op dit moment wordt op de Dam in Amsterdam met een lawaai-demonstratie de vermoorde filmer, columnist en interviewer Theo van Gogh herdacht. De provocateur die erop prat ging dat hij nooit een blad voor de mond nam. Die niet aarzelde om gevraagd of ongevraagd zijn mening te geven. En ook al was hij controversieel of niet politiek correct. Vanmorgen, even voor 9:00, werd hem definitief de mond gesnoerd door messteken en kogels. De verdachte is aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Amsterdammer met een dubbele nationaliteit. De Nederlandse en de Marokkaanse. Over zijn motieven wil de politie nog niets kwijt. Van Gogh was juist op weg naar zijn kantoor om de laatste hand te leggen aan zijn nieuwste film. Ironisch genoeg over de moord op Pim Fortuyn. Die hij bewonderde als de kampioen van het vrije woord. NOS Journaal. Aanslagen in Londen eisen zeker 37 doden en honderden gewonden. Wereldleiders spreken met Blair hun afschuw uit. En minister Donner waarschuwt, Nederland moet alert blijven. Gerard Arnikhoff. Goedenavond. 37 doden en 700 gewonden. Dat is de voorlopige balans van de aanslagen vanochtend in Londen. Tijdens de ochtendspits werd de Britse hoofdstad opgeschrikt door 3 ontploffingen op metrostations en 1 in een stadsbus. De daders, zo zei premier Blair vanavond met grote stelligheid, zijn extremistische moslims die de aanslagenreeks bewust hebben gepland tijdens de top van de machtige industrielanden, de G8 in Schotland. In het rijtje met 11 september, New York en Washington, en 11 maart, Madrid, past nu dus ook 7 juli, Londen. Dramatic film, The Battle Scarred Budapest. One small step for man. Een zuinig gebruik van grondstoffen. Zo waarlijk helpen mij God almacht. Die mormons weg, die mormons weg. Absolute disaster. America is a place where all things are possible. Alle jaaroverzichten. Vanaf 1956 te zien op nos.nl.